Hoe maak je een objectselectie om jouw eerste investering te doen in het vastgoed in Spanje? Welkom bij de derde video van de serie Investeren in het vastgoed in Spanje. In deze video ga ik je alles uitleggen hoe je voor jezelf een objectselectie maakt om de allerbeste deal te maken in het vastgoed in Spanje. Maar laten we eerst beginnen bij mijn eigen deals. Ik heb zelf twee scherpe deals gemaakt in het vastgoed in Spanje. En de eerste was voor mij een buying investing plan. En dadelijk ga ik je uitleggen hoe ik die precies heb gemaakt. Want onderhandelen is echt een belangrijke skill als je wil gaan investeren in het vastgoed. En de tweede deal die ik heb gemaakt is een buying off plan. Dat betekent nieuwbouwproject. Maar daar gaan we zo meteen dieper op in. Dus blijf erbij tot het einde van deze video, want daar laat ik jou precies zien hoe ik het dus altijd voor elkaar krijg om scherpe deals te maken. Oké, in de vorige video heb je ontdekt wat je nou precies kan. Je hebt jouw budget bepaald en nu ga je een objectselectie maken. Heb je de vorige video nog niet bekeken? Ga die dan zeker eventjes bekijken en bepaal vervolgens jouw financiering, wat jij precies kan gaan investeren in het Spaanse vastgoed. Ik gebruik altijd de 110-3-1 methode als ik ga investeren in het vastgoed. Maak een selectie van 100 woningen, ga er vervolgens 10 bezichtigen en van die 10 maak je een top 3 en van die top 3 ga je één goede deal sluiten. Dit is echt een hele speciale en goede methode die ik je kan aanraden als je gaat investeren in het vastgoed. Want je hebt eigenlijk gewoon een hele selectie gemaakt van 100 woningen en daar komt één topdeal uit. Nou, waar gaan we dit nou doen? Waar gaan we die selectie maken? We gaan die selectie maken op Idealista. Dat is ook wel de Funda van Nederland, maar dan in Spanje. Op Idealista staan echt gigantisch veel woningen en dadelijk ga ik jullie uitleggen hoe je precies de juiste woningen ertussen uitpikt. Stap 1 als jij een objectselectie voor jezelf gaat maken is locatie. Wat is precies de locatie waar je wilt gaan investeren? Wat is de bebouwbaarheid van de omgeving? Misschien wel voor het uitzicht. Welke activiteiten zijn er in de omgeving in het laagseizoen? Is de locatie exclusief en is er schaarste? Welke faciliteiten heb je in de buurt? Zijn er hotspot waar mensen graag naartoe gaan? En zitten er supermarkten? Hoe ver is het strand? Wat is er in die buurt allemaal te doen? Dus kortom, kies voor jezelf één specifieke locatie in Spanje waar jij wilt gaan investeren. En voor mij is dat de Costa del Sol en dan voornamelijk de New Golden Mile. Stap 2. Welke type woning ga je kiezen? Kies je voor een buying investing plan of kies je voor een buying off plan? Oftewel, kies je voor bestaande bouw of kies je voor nieuwbouw? Nou, de voordelen als je kiest voor bestaande bouw. Je kan het eigenlijk direct aankopen na 6 tot 8 weken. En vervolgens kan je gelijk aan de bak met een stukje verhuren. Je weet ook wat je kan verwachten. Je koopt zoals je het koopt. Dus er zullen geen verrassingen zijn. Ja, tenzij je misschien met leidingen te maken of dingen die je niet kan zien. Maar in principe kan je alles zoals je de woning aan het bezichtigen bent, krijg je ook zoals het is. Of kies je misschien wel voor nieuwbouw, buying of plan. De voordelen als je kiest voor nieuwbouw. Nieuw met interessante prijzen. Je hebt snelle waardestijging. Het bouwen moet nog beginnen. Dus je koopt eigenlijk vanuit een plaatje. En daardoor koop je hem ook scherp in. En vervolgens gaan ze beginnen met bouwen. En dan neemt pas de waarde toe van de woning. Je betaalt in fases. Dus je hebt genoeg tijd om al het geld bij elkaar te krijgen. Een heel simpel voorbeeld. Bij mij ging het zo. 6000 euro aanbetalen. Vervolgens 20% na een half jaar en dan na een jaar nog een keer 10% en dan bij oplevering betaal je pas die 70% en dat kan eventueel ook jouw financiering zijn. Alles is nieuw, je kan het indelen zoals je zelf wilt, uiteraard in overleg met de ontwikkelaar / aannemer. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil die tegels of ik wil daar de keuken, ik wil daar een stopcontact. Natuurlijk, daar komen misschien wel extra kosten bij kijken, maar je kan het precies zo indelen zoals je zelf graag zou willen. Dat zijn een aantal voordelen van als je kiest voor nieuwbouw. Stap 3. Favoriete lijst aanmaken. Je hebt je type woning heb je geselecteerd en vervolgens ga je een favoriete lijst aanmaken. Je gaat alles onderzoeken op Idealista. En hoe ik altijd werk is, ik maak gewoon een heel bestand met allemaal woningen, alle linkjes, alle prijzen, alle vierkante meters, alle aantal slaapkamers, aantal badkamers. Ik moet alles weten in één overzicht. Dus gebruik daarvoor een Excel bestand. En ga al die woningen onder elkaar zetten. 100 stuks zoals ik zei. Want dan
kan je de 110-3-1-methode gaan hanteren. Dat doen we natuurlijk op Funda. Ga alles voor jezelf bekijken daar. Er is ontzettend veel aanbod en wat je gewoon moet doen is heel simpel. Je weet je budget, je weet hoeveel slaapkamers je gaat gewoon alles filteren. En dan komt er een selectie vrij en daaruit kan je dan gaan kiezen en kan je favorietenlijst gaan maken. Controleer ook altijd hoe lang de woning al te koop staat. Misschien kan je dan wel goed gaan onderhandelen. En bekijk de foto's altijd goed, ook als je aan het onderzoeken bent, dus als je favorietenlijst aan het maken bent. Want het kan altijd afwijken van de realiteit, dus probeer ze goed te bestuderen. En als je al zoiets hebt van, ik weet niet helemaal of het 100% is, dan kan het inderdaad ook zo zijn. Maar het kan ook helemaal niet zo zijn, want het kan gewoon afwijken van de realiteit. Dus uiteindelijk zou ik altijd zeggen, als je een interessante object ziet, ga hem sowieso bezichtigen. En in het echt kan je pas echt zien van, hey, dit is het of dit is het niet. Maak jouw lijst vervolgens compleet en begin met rekenen. En wat ik altijd doe als ik de hele lijst compleet heb, dan ga ik gewoon kijken, wat zal mijn rendement nou kunnen zijn? Ga kijken wat mensen vragen aan huur in die omgeving. Ga op Airbnb zoeken, booking.com. Kijk gewoon, misschien ken je wel mensen die appartementen in dat gebied hebben. Kijk gewoon, hoeveel vragen jullie nou voor je appartement? Hoeveel bezettingsgraad heb jij in het hele jaar? En dan kan je voor jezelf je rendement gaan berekenen. Wij werken hier met alle klanten gewoon met Excel-bestanden mee. We rekenen alles van A tot Z uit, zodat ze precies weten, hey, als ik deze aankoop doe, dan kan ik dit verwachten. En dan weet je ook precies, als je je rendement gaat berekenen, ze vragen misschien wel 250.000 euro, maar mijn maximale bod die ik wil gaan doen is 230.000 euro. Anders is mijn rendement niet hoog genoeg. Dus bereken alsjeblieft je rendement voordat je de woningen echt gaat bezichtigen. Het is gratis, hè? Abonneren is gratis. En vind je dit nou echt tof en wil jij een hut gaan kopen? Ja, vergeet dan niet te abonneren, zodat je meer kunt leren over het investeren in het vastgoed in Spanje. En stuur dit ook naar mensen die hutten willen kopen, zodat je samen kan leren en misschien wel uiteindelijk samen naar Spanje toe kan gaan om je eerste aankoop te gaan doen. Dus nogmaals, abonneer en zorg ervoor dat je de volgende video ook gaat bekijken, want dan ga ik je alles uitleggen over hoe je het beste jouw woning kan gaan verhuren. Stap 4, en dit is echt een hele belangrijke stap, dat is zoek een netwerk. En ze zeggen ook wel eens, your network is your net worth, en dat is echt zo. Als ik één ding heb geleerd, is het echt als je een netwerk gaat creëren voor jezelf. Ik heb natuurlijk zo een fantastisch netwerk gecreëerd in het Spaanse vastgoed, ja, dan kom je gewoon steeds verder. Dus naar Spanje toe om je eerste bezichtigingen te gaan doen, dat doe je met een sterk netwerk. Denk aan een sterke makelaar. Denk aan hypotheekadviseuren. Denk aan een goede advocaat. Notaris kiest meestal de advocaat uit, maar misschien wel andere vastgoedinvesteerders die je daar kent, zodat je ook je rendement, zodat je een beetje kan sparren. Dus een netwerk is zo ontzettend belangrijk. Ga vervolgens naar Spanje toe en ga bezichtigen. Doe dat altijd met een makelaar. En wel een makelaar die echt te vertrouwen is. Want in Spanje zijn er zoveel makelaars. Ik heb zelf natuurlijk vorig jaar, begin 2022, ben ik er naartoe gegaan. En kwamen er zo ontzettend veel. Vandaag de dag nog steeds komen er heel veel makelaars naar me toe. Ja, ik help jou wel, ik help jou wel. En ik vind altijd, je moet op je onderbuikgevoel vertrouwen. En ik heb daar gewoon een hele goede samenwerking met een makelaar. Waarschijnlijk kennen jullie hem ook wel. En daar doe ik gewoon heel fijn zaken mee. We zijn altijd open en eerlijk naar elkaar. We kunnen elkaar recht in de ogen aankijken. En dat gaat gewoon vlekkeloos, ook met onze klanten. Dus als jouw eerste investering gaat doen in het vastgoed in Spanje, zo voor een makelaar is ook echt key. Vervolgens ga je jouw top 10 bezichtigen. Jouw top 10 ga je bezichtigen. Eventueel kan de makelaar zelf zijn woningen die hij denkt van, hey, jij hebt een top 10 gemaakt. Die lijken me ook wel interessant. Die kan hij erbij toevoegen, zodat je uiteindelijk echt nog een betere selectie maakt met elkaar. Maar in ieder geval, jouw top 10 wil je gaan bezichtigen. Als je gaat bezichtigen, dan ga je alles noteren wat belangrijk is om te weten. Dus denk aan community kosten, EB-fees. Eventueel hebben ze een parkeerplek, ja of nee? Hebben ze een opbergruimte? Ja, hoeveel vierkante meter is het? Hoeveel slaapkamers? Ja, al die dingen moet je weten, zodat je ook aan het einde van de dag na die 10 woningen, geloof me, als je flink hebt bezichtigd, dan ja, weet je gewoon niet meer wat is. Dat je precies gewoon kijkt, oké, dit was dit, dit was dit, dit was dit. Geef ze ook een cijfer. Dat zeg ik altijd tegen mijn klant. Geef die woning een cijfer. Is het een 6? Is het een 6,5? Is het een 7? Is het een 8? Is het een 9 is misschien wel een 10. En als je dan naar die 10 woningen, dan weet je gelijk, bam, deze 3 gaan er worden en dan ga je eentje daarvan ga je kiezen. Doe vervolgens je berekeningen en maak een top 3 selectie. En als je jouw top 3 hebt gemaakt, dan ga je de volgende dag eventueel nogmaals die top 3 bezichtigen. Dat hoeft niet altijd, maar het kan zomaar zijn dat je zoiets hebt van, nou, ik wil ze toch nog één keer zien. Even dat gevoel hebben, even dat onderbuikgevoel gaan creëren bij één woning. Ga ze dan nog een keer bezichtigen en kies vervolgens één woning en start de onderhandeling voor de perfecte deal. Nou, zoals ik zei, krijg je van mij een bonus hoe ik altijd scherpe deals maak aan het einde van deze video. En dat is onderhandelen. Alsjeblieft, maak een goede deal. Daar begint echt
alles. Bouw een goed vertrouwen op bij de verkopende partij. Dus wees echt sociaal, leergierig. Dus stel ook vragen aan de verkopende partij, maar ook aan de makelaar. Bouw echt een goede relatie met de makelaar op. Want de makelaar kan zomaar zeggen van, hey, ik heb zo'n goed gevoel bij jou. Ik ga er gewoon voor zorgen dat er nog 5000 euro af kan. En al die paar duizenden euro's die eraf kunnen, is voor jou weer lekker meegenomen. Dus bouw echt goede relaties en een goed vertrouwen op bij de verkopende partij en de makelaar. Wees nooit verliefd op een woning, maar wees objectief en cool. Dus als jij een woning aankomt en je denkt van, wauw hé, deze is geweldig. Pak gelijk aan het einde van de dag je rekenmachine bij en reken het uit. Als het zo is, je bent verliefd en het klopt helemaal, ja, doe het gelijk. Maar nooit impulsieve acties doen en in één keer zeggen, ja, ik wil hem gewoon hebben. En daarna denk van, ja, ik heb eigenlijk een slechte aankoop gedaan. Heb ik heel vaak te horen gekregen van mensen die met mij zaak willen doen. Laat je ook never nooit onder druk zetten. Als makelaars of iemand mijn klanten onder druk zet, dan zeg ik gelijk, oké, wacht even, even rust bij de stukken. Wij zijn de kopende partij. We houden ons hoofd koel. We gaan ons niet laten onder druk zetten, want er zijn zoveel woningen. Ik wil goed onderhandelen. Dus onderhandel, ontspannen, laat je never nooit onder druk zetten. Je hebt het waarschijnlijk al gedaan, maar bepaal nogmaals een maximaal bod en ga er nooit overheen. Want dan ja, snij je jezelf misschien in de wingers. Gaat het over 1000 euro of 2000 euro? Dan zeg ik nog oké. Okay. Maar gaat het echt over tienduizenden euro's? Als je zoiets zegt van, dan kan ik mijn rendementen niet gelijk uithalen. Je wil wel gelijk rendement gaan maken. En dan zou ik het never nooit doen. Dan zou ik eerst gewoon kijken, oké, zijn er nog andere opties? En wellicht kan je dan vanuit die andere opties kan je een betere deal maken. En de allerlaatste, als je gaat onderhandelen, is overleg altijd met andere investeerders. Dus jouw netwerk, daar komt die weer. Of de deal goed is. Wat ik altijd doe met mijn klanten en ook met mijn team, is ik laat gewoon alles zien. Ik bereken er alles uit. Vervolgens zeg ik, nou, is het interessant of niet? We gaan sparren. Nou, als we het voor dit verhuren, als we nog dit aan kosten hebben om het netjes in te richten, goede foto's te maken, alles tiptop in orde te maken. Oké, dan weten we dat het een goede deal is. En doordat je met elkaar spart, het is hetzelfde als een onderneming, dan kom je uiteindelijk tot je keuze of het een ja of een nee is. Dus overleg altijd met andere investeerders of mensen uit jouw netwerk. Misschien wel je ouders, familie, vrienden, kennissen. Maakt niet uit. Je maakt altijd winst in vastgoed wanneer je koopt. Nooit wanneer je verkoopt. Dus ik ben echt een investeerder samen met mijn klanten bij Ultimate Mastermind. Wij willen altijd winst maken aan het begin. En niet hopen dat iets meer gaat worden. En dat we dan denken van, ah ja, wij kunnen het nu verkopen voor 10, 20.000 euro meer. We willen juist goedkoper aankopen. Oké, in 5 stappen, stap voor stap in structuur werken naar jouw eerste deal in het vastgoed in Spanje. Allereerst, selecteer een goede locatie. Je moet precies weten, dit is het gebied waar het gaat groeien en waar ik zeker weet dat ik een goede investering kan gaan doen. Nummer 2, bepaalde type woning. Ga je voor een bestaande bouw of ga je voor nieuwbouw? Beide hebben natuurlijk zijn voordelen, maar aan jou de keuze waar je voor gaat kiezen. Ga je voor een bestaande bouw, dan kan je gelijk rendement maken. Ga je voor nieuwbouw, heb je die waardestijging waar je mee te maken hebt. Stap nummer 3, maak een favorietenlijst. Doe je huiswerk online en bereken je rendement voordat je die kant op gaat. Maak echt die 110-3-1 methode is echt goud waard, geloof me. Maak die lijst, zorg ervoor dat je scherp bent en ga die kant op zodat je in één keer een goede deal kan maken. Nummer 4 is zoek een netwerk en maak een geweldige deal. Ga lekker die woningen bezichtigen, bouw een netwerk op en maak voor jezelf een geweldige deal. En de laatste stap, de allerbelangrijkste stap als je eenmaal je aankoop hebt gerealiseerd, is begin met het verhuren van jouw hutje. En dit laat ik jou zien in de volgende video. Dus nogmaals, vergeet niet te abonneren, like deze video en zorg ervoor dat je scherp bent voor de volgende video. Want daar laat ik je precies zien hoe ik mijn hutjes verhuur en hoe wij maximaal rendement maken. Bekijk deze video die ik hier zo heb geplaatst als je gelijk door wilt pakken. En mocht je willen kijken naar de mogelijkheden voor jou, heb ik hieronder een formulier toegevoegd die je kan invullen. En dan gaan we kijken, hey, wat heb je op dit moment allemaal? Kunnen we je helpen? En eventueel kunnen we dan ook jou ondersteunen bij je eerste aankoop in het vastgoed in Spanje. Of volg een van mijn live masterclass, die geef ik 1 keer per maand. Daar laat ik je ook precies zien wat ik allemaal doe, hoe ik het allemaal inricht en hoe je voor jezelf een systeem kan maken, zoals de geldmachine, om uiteindelijk financieel onafhankelijk te worden. Voor nu zou ik zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het tof vond. Like, abonneer nogmaals en dan zien we elkaar bij de volgende. Ciao!